Mocht u willen weten naar wie deze straat is vernoemd, Kamphuizenstraat, hier achter mij, dan kunt u komen luisteren en kijken naar de lezing van Sander Wassing, georganiseerd door de Historische Vereniging Vleuten-en-Meeren, Haarzuilens en Leidsche Rijn in de kerk, in de protestante kerk, de Torenpleinkerk in Vleuten. Dat was toen nog de Willibrordkerk, de oud Willibrordkerk, in 1619, 1620, toen deze meneer hier predikte. Hij mocht hier niet meer preken op een gegeven moment tussen 1619 en 1620. Dat kwam door een Dordtse synode over de richting welke de protestanten geloof moest gaan. Het was eigenlijk de uitkomst van een eeuwlang enorme strijd in het geloof hier in de Nederlanden. Wilt u daar meer over weten? Nogmaals, door Sander Wassing, 23 september tussen 8 en 10 in de Torenpleinkerk. Ik hoop u daar te zien.